Tos, verliezend finalist, maar je hebt wel het einde gehaald. Ja, klopt. Ja, verliezend finalist. Er moet iemand winnen natuurlijk. Hè, maar het is spijtig, maar het is gespeeld als ik het wou spelen, dus ik heb mijn eigen niks te verwijten. Wat vond jij het moeilijkste tijdens je reis? Ik heb de eerste nacht een moeilijk momentje gehad. Dan dacht ze van, oh, wat doe ik hier? En denk je wel op de juiste plaats? En dan is ze wat heel raar. En dan zo'n klein paniekaanvalletje. Maar dan worden we wakker. En je wordt direct omarmd door zo al je medekandidaten terug. En dan was dat heel, dat voelde heel snel weg. En dan heb ik alleen nog maar genoten tot het einde. Dus in het begin even wat moeilijk gehad, maar dat was snel weg. Wat dacht je van de verdenkingen op jouw adres? Ja, ik vond dat raar natuurlijk. Want ik heb mijn eigen altijd gesmeten voor elke proef en altijd mijn best gedaan. Maar ja, soms mislukken er gewoon dingen. Hè. En dan, ja, ik vond dat ergens ook wel leuk dat de mensen mij wat verdacht vonden. Dus, dan blijft er zo wat in de spanning van is het met niet. Ja, ik vond het ergens wel plezant. De opvallendste opmerking online vond ik, die Toos die lijkt op Matthias Vergels qua stem. Heb je die gehoord? Ik heb dat gelezen. Ja, ik heb daarna ook wel direct Matthias Vergels zijn stem nog eens beluisterd. En ik moet zeggen dat we wel een beetje zo'n accent hebben. Maar dat is de kant van Vlaams-Brabant. Hè. Dat is typisch. Ga jij nog afspreken met je medekandidaten? Gaan jullie nog samen dingen doen? Ja, ze zijn niet van mij af. We gaan elkaar nog veel zien. Ik hoop dat toch alleszins, maar ik ben er vrij zeker van. Want we zijn een hele sterke groep. We moeten ook allemaal een keer een goede barbecue doen bij Lieselot, bij haar slagerij. Ik denk dat hij wel wat goede vlees heeft liggen thuis. Dus kijk er allemaal naar uit. Ja. De toosjes preparé niet vergeten. De toosjes preparé moet je zeker niet vergeten. Ik ben heel benieuwd naar de Amerikaan preparé van Lieselot.